Jongens, deze discussies, kijk, dit is mijn neef, hè. Sinds dat we jong zijn, game on. Raak, man. Hij 2%! Hij 2%! Yes, what up, al mijn strijders en strijderinnen, mijn neven en mijn nichten. Het is je fucking boy QC en welkom alweer bij een nieuwe Fortnite video. En jullie zien dat ik mijn koptelefoon al gelijk op heb, want ik ben niet alleen, want ik ben hier samen met... Ja, stel jezelf maar even voor. Yo, het is je fucking boy Zephyro, dit was zo'n slechte intro. Nee, ik ga hem niet eens opnieuw doen, man, bro. We gaan het gewoon lekker laten zo. In ieder geval, jongens, ik ben vandaag dus met mijn neef Jeffrey en we gaan Fortnite spelen. Zoals jullie zien zitten we al in het loading screen. En Jeff, ik zeg je eerlijk, ik denk dat we vandaag gewoon de eerste gaan worden, man. We gaan victory pakken. Ja, dat hoop ik ook, man. We gaan voor de beker, net zoals Feyenoord. Oh, gooi je nou punchlines? Oké, Jeffrey op punchlines. Dat is een goed begin. Nou, ik moet in ieder geval nog op ready drukken, zoals jullie zien. En ja, dan gaan we gewoon klaren, man. Let's get it. Oké, jongens, zoals jullie zien, we zijn onderweg, 60 shafts. En er komen meer mensen aan. God damn it. Zo, what the fuck is hier een bijeenkomst of zo? Oh man, ik hoor mensen alweer landen. Ja, en ik kom hier geen shit tegen, natuurlijk. Dan laat me naar beneden. Er komt iemand in de shop aan. Waar? Ja, vanaf maar twee kanten. Zo man, het is zo druk hier, man. Ja, wel, ik word zenuwachtig van hier, dit, man. Oh, oké, ik heb hem. Nee! Nee! Waarom word ik gelijk geraakt? Ik schiet toch niet op jullie? Oh, dit om je mensen gaan doen. Ben jij dat, Jeff? Oh shit. Buiten om me heen. Wat gaan we doen? Zo dan? Oh, damn, dat is mooi gedaan. Die gozer stond stil. Ik werd in één keer genakt, man. Heb je een potje nodig ook? Gebruik, of jij ja, kan die als je, had je maar twee potten of? Nou, drie. Dus gebruik die twee en dan gebruik ik deze en dan komen we op hetzelfde neer. Je had er eentje, oh die meneer. Oké, okay, ik snap. Waar gaan we naartoe? Ik heb wel meer loot nodig, man. Oh, een kistje. Yeah. Nou, wauw, man. Mooi, man. Ik heb maar één shotgun kogel, man. Dat slaat nergens op. Oh, je bent helemaal naar de andere kant gegaan. Oh. Ja, man. Ik hoor weer een kistje. Oh, ook nog een snijpertje. Ja, man, ja, man. Even lekker drinken. Doe maar, papa. Oké, ik heb een sniper hier zo. Wow, laatste keer dat ik met een sniper speelde, maakte ik kapot, man. Oké, waar moeten we naartoe? Laat me even op de map kijken. Waar gaan we naar Salty? Ik weet niet, wacht even. Ik moet even mijn kabel met het steken. Zie ik nou wat? Wacht even. Oh nee. Oh mijn god. Ik heb trouwens laatst mijn video gezien met Enzo. Ja, ik heb hem nog gecheckt, man. Oh, serieus? Ja, man. Mooi huis, toch? Ja, dat is een snelle verbeterpuntje, man. Maar ik ben er zoveel op aangesproken, mensen. Ja, mensen zeiden van, hey, Q, je hebt een koude mooi huis gebouwd. Hey, wat is dit? Ik zie iets raars, man. Dat ding wat op een buttplug lijkt. Ja, wat is dat? Ja, dat is een, hoe heet het nou? Sticky net. Ja, want jij, wat kan je ermee doen? Ja, je kan hem op me gooien en dan kan ik rennen naar ze en dan ontploft dat ding gewoon. Ja, dat ding plakt. Oh, serieus? Yep. Ja, dat is wel gek. Dat wist ik niet. Hé, hey, er is iemand daar zo. Waar? Noorden, 15. Hij staat op dat ding, hij staat stil. Hoor, hè? Ik heb hem geraakt, 68. Nee! Ik ga een sniper zo op me gooien, man. Hij is al neer. Lekker, man. Maar zijn mat moet er ook nog zijn, hè? Want hij was niet alleen. Hij moet er gewoon doorheen bouwen, man. Ik vertrouw het niet. Hij gewoon drijft bij. Oh, ik zie hem. Hey, zo. Lekker, man, Jeff.
Ik zat zo met mijn sniper te schieten. Ik mis hem ook nog. Oh, jij hebt ook zo'n sticky ding bij zich. Pak op. Oh, Sky. Mag ik die? Tuurlijk. Lop. Ik ben altijd gierig voor Sky, jongen. Trouwens, laat even in de comments weten. Wie is nog meer gierig voor Sky, man? Als Sky er is, iedereen wil ervoor gaan. Als jij dan die dingen sprakt, hoe heet het nou? Je hebt al andere sticky nades. Dan kan je deze natuurlijk ook meenemen. Je hebt wel geen sticky nades? Oh, er schiet iemand! Nee. Heb je hem? Oh nee, 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 hij is daar. Oh wacht, ik ga stress, ik ga stress. Gaan we snijden? Hey, Jeff, pas op, pas op. Oh mijn god. Er zijn van twee kanten, man. Ah, hij komt dan te hoog bouwen. Ik heb hem geraakt. Ah, hoe bedoel je maar 6 gaan? Ik ga elke keer met. Hey, waarom allemaal gamma passen hier zo, man? Waarom bouwen mensen zo? Ik word zenuwachtig hiervan, man. Ja, ik sluit mezelf in. Hey! Je kan niet zo opblazen, man. Ja, weet je wat? Zak het dik, man. Hey! Waarom zijn ze zo? Ja, weet je wat? Echt een tyfus, man. Ja, echt weer slecht, man. What the fuck is dit, man? Waarom moeten mensen zo belachelijk bouwen, man? Oké, Jeff, we zijn in de lucht. Waar gaan we naartoe? Naar, even kijken. Heb hem? Zullen we naar Salty gaan ofzo? Of naar Shifty weer? Ga waar jij heen wil gaan. Even kijken waar we gaan. Ja, laten we gewoon naar Shifty gaan, man. Ik ga het wel redden, man. Kijk of het druk wordt. Ah, er komen nog wel wat mensen volgens mij. Nee, het is rustig, man. Jongens, we zien al gelijk een kistje. En die gaan we pakken, maar natuurlijk. En wat komt daaruit? Oh, hartstikke bedankt. Oh, met kitje. Ja, man. Neem we ook mee. Maar nog steeds geen wapens die ik leuk vind, man. Even kijken hoor. Ik hoor een kistje ergens hier. Oh, hier zo. Oh, mijn god. We gaan weer fully live zijn. Bijna mijn hele inventory weer blauw. Ja, mijn is helemaal groen. Ja. Baas boven baas. Oké, waar gaan we naartoe? Ja, niet naar Tilted Towers. Nee, dat snap ik. Maar als dus ik hier... Hier kom ik altijd mensen tegen, man. Ja, dan komt dat mensen nu uit Tilted Towers weg gaan lopen. Ze kunnen verwachten dat mensen uit Tilted Towers gaan komen. Zo, bedankt voor je advies, Jeff. Vertel hem nog een keer. Lekker kort ook. Hey, daar rijd ik voor, zeg. Waar? 75, 18 heuvel daar. Laat me schrikken, man. Ik heb niet eens een normale AR, man. Alleen die burst. Hij zit in een bosje. Hij denkt dat hij slim is. Ik heb hem al geraakt, man. Ik kan zo, hé, nog eentje. Yes. Lekker pik. Wow. Ik zie nog meer mensen komen. Wow, wow, ja. Ik kom eraan, wacht, wacht. Zoek dekking, Jeff. Ja, probeer hem weg te houden. Shit, ik wou dingen pakken, maar het lukt allemaal niet. Ik heb hem geraakt, Hé, hey, nog een, Pas op, mensen van boven, man. Ik zie het. Oh, deze ga je... Ai, nee, man. Ze proberen te... Bro, dit is gewoon je kont zonder vaseline, man, bro, dit. Hé! Hey! Hé! Hey! Nee, eruit! Ik word dat is mijn probleem, ik word zenuwachtig. Daar zijn ze, Jeff. Heus, ga je ze opzoeken. Jeff, ja, iemand achter je ook. Iemand achter je. Spring weg. Kom naar beneden. Ik ga hem nakken voor je. Ik kan niet zo ver omhoog komen. Hij is daar, man. Ah, probeer te healen. Ja, niet doodgaan. Ja, die gozer gaat er gewoon in. Oh nee, ik heb... Oh nee, ik heb hem weggeschoten. Ah, shit. Nee, hij heeft me geraakt. Goed die gozer.
gozer is achter, achter. Hey! Nee! Ik kan er nog wel mee geraakt, man. Hij heeft 2%! Hij heeft 2%! Oh man, ja bro. Waarom ben je niet gelijk naar beneden, man? Jij moet altijd de comfortabel. Als ik naar beneden spring, dan krijg ik dikke fall damage en dan ben ik ook... Ja, dat is ook weer overdreven, man. Ik was 30 HP. Ik moest mezelf inbouwen. Die gozer bleef heel tijd de muur te schieten van boven met zijn shotgun. Dat hij zelf erin viel. Ja. 2 fucking HP, man. Rot op van mij, man. De spel ging me fucking woede aanvallen bijna, man. En hoe het spel eenmaal werkt, is nou hoger bouwen als je tegenstander. Als jij lager zit, dan heb je de lagere kans van winnen. Ja, maar ik wil ook eens beneden blijven. Maar jij moet ook gelijk als een hippie naar boven springen en zo. Ja, omdat als ik beneden blijf, dan kunnen hun van boven schieten. En dan kunnen wij alleen hun hoofdje zien en hun kunnen ons verleden. Nee, we konden ons eerst toch even preparen, man, bro. Dat is toch niet gelijk nodig? Wat is te preparen? Ik word zo moe van deze gozer. Je denkt al dat je heel het spel snapt, alsof je het spel hebt gemaakt. Ik snap de concepten die je moet gebruiken om te winnen. Ja, om te winnen, maar je gaat neer. Ja, omdat ik mijn backup daar niet had. Je backup daar niet had? Ik zeg toch... Kijk, normaal... Jongens, ik heb deze... Ja, normaal blijven mensen bij elkaar, gaan ze beneden even wachten, gaan ze een torentje bouwen, dan gaan ze heen en weer schieten. Deze discussies, kijk, dit is mijn neef, hè. Sinds dat we jong zijn, gamen we al samen, hebben we altijd dit soort eindeloze discussies over elke game die er is geweest, jongen. Ik heb hoofdpijn van hem. Ik het probleem is, jij communiceert ook niet gewoon, oké, kom, we gaan daar naartoe. Jij bouwt gewoon, je bent op je eigen pad. Ik ben niet op mijn eigen pad. Maar als iemand boven mij zit, ga ik niet beneden blijven, want dan heb ik een grote kans voor dood te gaan. Oké, jongens, alsjeblieft laat gewoon in de comments weten wat jullie ervan vinden. In ieder geval, ik vind je geen goede communicatiespeler. Communicatie niet, zeg maar. Maakt toch niet uit wat je zegt. Als je ergens naartoe gaat, dan bouw je toch weer... Het maakt wel uit, want nu ga ik veel later landen dan al die mensen die nu landen. Omdat ik een optimale route wil hebben, maar nu gaat dat. Ja, maar als het straks een battle is, dan geef je geen instructies en dan ga je gewoon bouwen en dan... Omdat dat intuïtief is. Kijk, als je een straatgevecht doet, als iemand begint te slaan, dan ontwijk je met je gezicht, toch? Dan blijf je er ook niet staan met je gezicht. Wat is dat voor vergelijking, man? Ja. Dat slaat. Zo werkt het hier ook. Als iemand boven jou staat, dan moet je reageren. Nee, maar je hoeft niet gelijk te bouwen. Je bent gelijk met een gamma pakket bezig. Nee, het is goed. Ja, man. Gelijk bonuskaart en shit, man. Er zijn mensen hier. Oh. Oh, wordt geschoten op ons. Zitten ze naar beneden daar? Ik zit te zoeken, maar hier nog niet. Die ergens boven ons zit tegen iemand anders te vechten. Deze hebben iemand gekild hierboven. Ik heb iemand zijn wapen genokt, lekker. Ja, maar die gozer is er. Hey! Oh, lekker man. Ja, hele discussie net, maar je hebt wel je focus terug op die manier. Nou toch? Heb je iets van een helft of zo? Ik heb bandages. Hey! Hey! Ja, waarom schiet jij op mij? Ja, omdat je die stil blijft. Ja, ik schrik daar wel. Hey, nu schiet ook iemand. En nu begin jij een heel gamma pakket te bouwen. Ja, moet je zelf inbouwen toch? Je moet zorgen dat je hoger staat als de rest. Hebben we bandages gegooid? Ja, voor je neus staat je. Ja, maar er werd op me geschoten. Ja, dat snap ik. Dus die bandages liggen nog eens beneden. Bij de deur. Oh ja, ik zie het. Wat is die gozer die op je schoot dan? Begint te zoeken. Ik weet niet, man. Hey. Nee, dat was ik per ongeluk. De muis is gevoelig. Ja, maar dik ook. We weten waar die allemaal. Ik denk dat ze uit die stad zijn gegaan of zo. Hey, hey! Oh, nee. Wat is dit? Iemand deed wat? Ja, iemand schoot met zo'n rocket launcher hier ergens. Ik heb geen shit op te bouwen.
Waar de fuck komt dat allemaal vandaan, man? Ik kan het niet vinden. Ik voel me zeer getrold. Hallo. Nee, jij zit hier binnen, ik hoor hem. Maar ze schiet ook vanaf buiten. Hier. Ik heb hem ook geraakt, lekker man. Net aan shot die random. Ik heb zo'n gevoel dat die mensen in de buurt zijn, man. Zou niks verbazen. Hé, hey, daar is ons! Waar? Oh, ik zie twee het. Dingen, twee dingen, SW. Eentje is beneden. Schieten ze op elkaar of? Nee, nee, hij loopt achter die schuur langs nu. Gaan we ze nakken? Oh. Ik weet niet of ze ons gezien hebben. Oh wacht, iemand staat stil daar. Springt hij over mijn kogel heen? Wat? Hij is wel heel ver weg. Kom, we gaan tjallabim. Dat is kut, we gaan sowieso naar battle. Ja, maar we gaan een beetje richting deze kant. Als we een beetje achter die berg langs kunnen, dan kunnen we voordeel pakken. Zou ik deze pakken? Als je wilt. Moet jij, ik heb zo'n soort grenade launcher, wat is beter? Grenade launcher. Kom nou, want we moeten snel hier langs het ding komt te gaan. Oh, I don't trust them hoes. Ik word hier zenuwachtig van, man. Hé, hey, mensen sturen gekke raketjes. Dat is een meteor. Dan kan het ook nog zijn dat er mensen op deze berg zitten. Zo. Maar daarom ga ik via de zijkant van de berg. Want dan vallen we minder hard op als er mensen echt op de berg zitten. Oké, we zijn in de cirkel. Pak jij bosje rechts? Kom, we gaan bushman zijn. Ja, echt? Maar als mensen me zien, is het fucked up. Gewoon goed erin zit, zorg dat je hele hoofd erin zit. Doet gewoon een X. Gaan we dit echt doen? Oh. Ja, ja, ja. Ik word schoten, man. Boven, ja, boven de berg. Zolang er niet te veel beweegt, is er geen probleem. Oh, dit schiet op elkaar. Ja, het is wel grappig op zich. Ik zie twee mensen rechts, ik zie twee mensen links. Op de berg zitten mensen. Ik ben rennen voor die cirkel toch hier. Ja. We zitten niet goed voor de volgende cirkel, maar gewoon wachten. Gewoon als die bijna afgelopen is, gaan we pas lopen. Om te moven. Oké. Okay. Er zitten sowieso mensen op die berg naast ons. Staat hij stil? De mensen achter ons. Maak me wel gewoon, ik zie iemand stilstaan net. Of die. Hoe kom je iets bouwen of zo, man? Kijk, we kunnen hier naartoe. Kijk hier, we kunnen een mooie basis maken hier. Wacht even op de volgende cirkel. Oh shit. Hé, hey, nog zeven man. En wij zijn er twee van. We hoeven alleen maar een klein stukje naar voren. Je kunt het initiatief nemen. Een beetje aan deze kant. Een beetje hier naartoe. Oh. Een klein stukje. Oké. Okay. Op dit, dat is zo'n meteor. Hey! Wat ben je erbij gevallen? Ja. Ik heb materiaal zo op. Kut, sorry. Wacht. Kan ik hier doorheen? Ja. Hey, ik kan op die deur staan, meis.
Waar zijn ze? Die gozer viel naar beneden, zie je dat? Hij is naar beneden. Rick, ik mis met alles, man. Maakt niet uit. Ik heb hem geraakt twee keer. Ik heb ze ook geraakt, man. Ik heb toch maar. Maar nog een man. Ja, maar ik heb nog maar 42 kogels. Oh. Dat zijn de laatste twee. Ik heb ze volop geraakt! Ik heb ze volop geraakt, man! Hoe gaat het deel overleven? We gaan toch winnen? Ja, we gaan winnen. Nog één man, achter dat muurtje. Yes! Oh, de victory, papa! Yes! Victory aan papa! I know! Lekker! Wel maar één kill, maar alsnog victory! Hey. Oh, damn! Ja, man! Lekker, man! Maar wel jammer dat ik maar één kill heb, terwijl ik best wel veel man heb geraakt en zo, man. Ik heb er vijf, maar ja, het is gelukt. Nou, ik heb wel een paar assists. Jij hebt sowieso de laatste kill. Je hebt de laatste kill, dat is alles wat uitmaakt. Nee, lekker, man. We hebben een victory gepakt, man. Ik voelde het, man. Vandaar dat we een victory pakken, man. Jongens, de eerste victory is gepakt. Ik zeg je eerlijk, ik vond het jammer omdat ik maar één kill had. Maar ik vind wel dat ik, ja, ik heb wel meegeholpen met mannen schieten en zo. Je weet toch, geraakt en zo. Dus, en volgens mij is het bij Fortnite, wie als laatste man raakt, die heeft gewoon de kill. Maar net hoeveel procent je hem raakt. Maar in ieder geval, daar gaat het allemaal niet om. We zijn eerste geworden. Het is gelukt. Het was even een beetje stressen, maar het is ons gelukt. En ik ben hartstikke blij, man. Jeff, bedankt. En jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En ik hou van jullie, man. Wil jij nog wat zeggen, Jeff? Ik zeg... Raaah!